Nu zondag is er wat te doen op de Duikkabelbrug in Hasselt. En wat is eigenlijk nogal zacht uitgedrukt, want honderden Hasselaren en Genkenaren ontmoeten elkaar op die brug voor een gigantisch openluchtconcert. En dat is meteen ook het slotspectakel van de unie tussen de twee steden. Iedereen maakt zondag geluid, ook tientallen kinderen uit de Genkse school De Bladwijzer. Zij doen dat op instrumenten gemaakt van PVC-buizen. Trompetleraar Sven Krijns die begeleidt hen daarin en Katrien ging eens kijken tijdens een repetitie. Hoe noem je dit? Chaos en goesting? Ja, absoluut. En we laten ze eerst even proberen, want die energie moeten ze toch kwijt. En dadelijk gaan we even inzoomen op het ritme. Deze leerlingen gaan de stadstune van Genk leren. Ja, absoluut. De optocht vertrekt vanuit Genk en vanuit Hasselt, een stukje. Hè. En zo gaan ze de Duikkabelbrug opwandelen, met elk hun eigen geluid. En dan ga ik zo'n trompetje nemen. Zeg, hoe simpel kan het zijn als trompetist om naar een school te trekken met PVC-buizen van allemaal verschillende afmetingen en daar ook nog muziek uit te krijgen? Ja, dat is fantastisch eigenlijk. Heel laagdrempelig en alle kinderen kunnen meedoen. Dus we werken dan rond klanken en rond ritmes en zo. Dat is fantastisch om te doen. Weet je wat het eigenlijk heet? De klankbeker. En waarvoor dient dat? Veel klanken uit te krijgen. En dit moet dan eigenlijk de unie tussen Hasselt en Genk bestempelen. Leg dat eens uit. Ja, we gaan ons baseren op de stadstunes die Wim Hendricks gecomponeerd heeft. Hè. De stadstune van Hasselt voor de kinderen van Hasselt en de stadstune van Genk voor de kinderen van Genk. Voilà. En doe een keer. Ta, ta, ta. Schitterend, hè? En zo gaan we ermee aan de slag. Hebben jullie ooit een fanfare zien marcheren op straat? Wij gaan niet marcheren, maar ik wil wel ongeveer zo'n orkest vormen hier opgesteld. Kom maar een keer. Ik zie jullie zo al lopen op de Duikkabelbrug. Ja, het wordt heel leuk, echt waar. En jullie komen van Genk? Ja, en de leerlingen komen van Hasselt, die komen de kant van Hasselt de brug opgelopen. Het gaat wel heel indrukwekkend worden. En zijn dan Genk en Hasselt verenigd? Volgens mij wel. Nu zondag om 4 uur begint het muziekspectakel op de Duikkabelbrug. Maar je kan al zelf vanaf 3 uur mee fietsen naar die brug. Ofwel doe je dat van aan Sea Mine in Genk, ofwel van op het Kolonel Dussaerplein in Hasselt.